Oh, dit is moeilijk hoor. Komt ie, ja? Ja. En dit is wat we ervan hebben gemaakt. Wow! Bijna hetzelfde. En weer de verkeerde pet. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en je zult je misschien afvragen wie er jarig is vandaag in Huize Knol. Nou, ik vind het echt erg dat jullie dat niet weten. Voor als je het niet weet, vind ik het heel erg erg. Ja, want... Nou, eigenlijk helemaal niet erg, want er is helemaal niemand jarig in Huize Knol. Nee, maar er zijn wel heel veel andere mensen jarig, over heel de wereld natuurlijk, maar... Wij gaan nu iets heel erg leuks doen. Met z'n viertjes zitten wij er helemaal klaar voor. We hebben allemaal een mutsje op. We hebben de slingers opgehangen. We hebben hier een lekker stukje taart. We hebben ranja, oftewel limonade. En wij gaan 4 fans bellen. Die hebben meegedaan aan de winactie op het Instagram-account van @knolpowerkleding. Daar kon je namelijk een verjaardagstelefoontje winnen met video erbij. Dus dat gaan we nu doen. 4 fans, video bellen. En voor alle mensen die in deze gekke, rare tijd hun verjaardag niet uitbundig kunnen vieren met allemaal mensen met een heel feestje. En ik hoop dat voor de mensen die we nu gaan bellen, dat we het extra leuk kunnen maken. Voor als ze nog geen plannen hadden. Dus ik ga de camera hier neerzetten. En dan gaan we maar eens eventjes de eerste persoon bellen. De eerste die we gaan bellen is... Zeker. Zeker. Ik denk dat hij zo heet. Welk nummertje gaan we zingen voordat iedereen iets anders zingt? Mijn vriend, mijn maat. Gefeliciteerd! Dankjewel! Yes, hij kan praten! Ja, je kwam er ook niet echt tussen, hè, natuurlijk, met dat zingen. Nee, maar dat is gewoon omdat ik een beetje overdonderd ben. Oh. Hoe oud ben je geworden? 14. Nee. En je komt uit België? Ja. Nee, hij komt uit Nederland, hoor je dat niet? Ja, hij kan toch ook Limburg zijn? Nee. Ja, Limburg is wel blij. Maar ga je verjaardag vandaag een beetje vieren? Ja, dat gaan we straks nog doen. Ah. En hoe ga je dat doen dan in deze tijd? Gewoon met mijn familie, die hier niet thuis zit bij mij. Oh ja. Maar iedereen heeft afstand van elkaar, of hoe zit dat? Ja, we hebben wel allemaal afstand van elkaar nu. Goeie. En wat heb je gekregen of heb je nog niks gekregen? Nee, maar ik ga een nieuwe gsm krijgen. Ah. Een nieuwe gsm, een Nokia 3310. Sowieso. In België zeggen jullie gsm, maar hier in Nederland zeggen we gewoon... Mobiel. Blackberry. Mobiel. Stay connected, Blackberry. Hey Japan, who this? Hey, microphone, hello. Nee, maar nice, een nieuwe gsm, dat is nice. Dan kunnen we vaker video bellen.
Ja, misschien. Maar ik vind het niet zo leuk. Ah, super. Top. Hey, top. Een hele fijne verjaardag. En ik zie je snel weer bij een nieuwe video. Goed? Doei. Ja. Doei. Doei. Peace. De volgende. Wacht even. Even een slokje oranje. Oh, even wachten. Oh ja. Maar dat kan ook op beeld, hè? Oh, die is ook al bijna op. Hoe gruwelijk dit gewoon. Die hele versiering met KP-bekers en zo. Oké, top. We zijn er klaar voor. De volgende. Dit is een tweeling als het goed is. Ze heet... Ja, hallo. We zouden vier mensen bellen. Celine... Niet vijf. Celintas Demir. Oh ja. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat zijn jullie. Dat kunnen wij alles op meedoen, meedoen. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Wij leven lang, hoera. Hallo daar! Jeetje, wat zien jullie er prachtig uit op jullie verjaardag? Ik zie dubbel! Ja, ik zie dubbel. Heb je misschien die mirror ding effect aanstaan op TikTok? Wat, hoe oud worden jullie vandaag? 19. Ze praat ook hetzelfde. Ja. Jeetje, Mia, en waar komen jullie vandaan? Antwerpen, België. Oh, kijk, we hebben alweer mensen uit België. Wat leuk. Ja, ja. En krijgen jullie vandaag ook op jullie verjaardag een nieuwe GSM? Nee, ja. Nee, spijtig genoeg niet. Nee. Ik heb vooral een nieuwe GSM. Ik heb voor haar een nieuwe GSM gekocht. Ja, voor haar verjaardag. Oh, wauw. Ja, lief. En wat, waar kijken jullie het meest naar uit vandaag? De beat komen onze vriendinnen, maar gewoon met de auto voorbij rijden. En dan gaan ze allemaal bakjes... Geven. Deur liggen. Ja, en dan kunnen wij daar aan pakken. Oh, dat is leuk. Leuk idee. Oh, nice. Ja. Dat is echt een heel erg leuk idee. Ja, want op die manier kan je het natuurlijk wel vieren. Ja, klopt, klopt. En dan houden we toch ons aan de regels, maar dan toch kunnen we ze wel zien. En dan... Ja, want in België is het wel wat strenger dan in Nederland, begrijp ik. Ja, ja. Je mocht echt maar met twee of zo naar buiten. Nee, niet eens. Je mocht één vriendin zien. En dat is altijd, dat moet altijd hetzelfde zijn. Hé, hey, maar gelukkig mogen jullie dan wel met z'n tweeën naar buiten. Ja, dat is waar. Maar wat is nou het leukste zijn aan een tweeling? Ik weet niet, dat je gewoon altijd elkaar hebt. Dat je zo altijd iemand hebt die zo bij je is. Ja, dus als Lars zegt, jij hebt iets, dan bedoel je elkaar. Jij hebt iets. Hij zegt altijd tegen mij, ja, die Enzo, hij hebt iets. Maar dat is hier in mijn hoofd, maar jullie hebben elkaar. De jongen heeft iets, altijd. Ja, de jongen heeft iets. Ja, heeft iets, hè? Dat weten jullie ook. De jongen heeft iets. Wat is nou het grootste nadeel aan een tweeling? Ja, sorry, ik vind tweelings heel interessant. Ja, soms wil ik zo alleen zijn, maar wij slapen ook samen. Ja, we delen elkaar. En soms wil ik gewoon niet zo alleen zijn of zo. Maar jullie, wacht, jullie slapen, dus stel voor, één van jullie wordt mijn vriendinnetje, wordt Anne dat ook? Dan moet je het uitwisselen voor u. Ja. Wow. Oké, nou, ik pak straks de auto, kom naar België. Top, ja, leuk hoor. Hey, heel erg bedankt voor jullie tijd. En ik hoop dat jullie een geweldige verjaardag hebben. En ja, dat was het. En doe verder met de leuke vlogs. We houden echt aan alle vlogs. Van de escape room, van dat je naar Milaan gaat, gewoon alles. Ja. Alles super lief. Gaan we doen. Dankjewel! Doei doei! Doei doei! Goed zijn mis! Oh, goed zijn mis! Doen we! Stuur maar een DM! Kandidaat nummer 4 eigenlijk. Ja, het is 3, maar ja, we hebben net 2 gehad. Ja, oké. Next, dit is Delano. Delano. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Hoera! Gefeliciteerd met je verjaardag, Delano. Ja, dankjewel. Sick, Nederlands! Hoe oud ben je geworden? Ik ben 6 jaar geworden. 6 jaar? 16. Oh, 16. Oh. Ik denk al, ben je volwassen voor een 6-jarige? Sick, man. Ja, ik
had echt niet verwacht dat ik gebeld zou worden. Tuurlijk wel, man. We gaan gewoon bellen. Vanaf nu gaan we elke dag bellen. Elke dag, totdat je dood bent. Elke dag, hè. Op de Vlotbrug in Hellevoetsluis. Ja. Echt, we weten waar je bed sloopt. We weten waar je bed slaat en we weten waar je telefoon rinkelt. Dus pas maar uit. Nee, lekker man. Wat ga je doen vandaag op je verjaardag? Ja, eigenlijk was ik van plan om vandaag te gaan vissen met een paar vrienden. Wel op 1,50 meter afstand natuurlijk. Ja, goeie. Maar hier is natuurlijk een mooie plek om altijd wat karpers te vangen. Dus dat was ik vandaag van plan. Lekker man, goed bezig. Dat is wel een leuke manier om een verjaardag te vieren. En je hebt prachtig weer erbij vandaag? Ja, zeker. De zon schijnt wel aardig hier. En heb je al een cadeautje gekregen? Ja, zeker. Ik heb nieuwe laarzen gekregen voor mijn crossmotor. Kijk, lekker man. De Mano is de baas. Je weet wie dit is? Ja, dat is Miron. Ja, hey! Miron. Die kan ook crossmotor, hè? Ik hoop dat jij op je verjaardag vandaag 16 karps gaat vangen, man. Ja, ik hoop het ook. Zullen we nog een foto maken? Ja, zullen we nog even een fotootje schieten? Ja, is goed. Oké, komt ie, ja. 3, 2. Nice, man. Top 4. Hey, Delano, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Maak er een leuke dag van. En we checken je snel bij een nieuwe vlog. En succes vandaag met vissen. Ja, is goed, dankjewel. Ik zal een foto sturen als ik er een heb. Ja, top man, doe dat. Goedjes thuis, hè. Ja, dankjewel. Later. Doei. Doei. Later, doei. Komt hij nou niet? Ik doe verdomme mijn best hier. Ja. Hebben. Super! Ja, cool. Ik ging het zelf niet vertellen dat jullie het zelf kunnen ontdekken. De verstuiming. Wat zei je? Je krijgt een gsm voor je verjaardag vandaag? Ik heb het niet gezegd omdat jullie het dan konden ontdekken. Oh, ze biedt. Ik heb het gezegd zodat we dan konden ontdekken. Kunnen we ze biedt ontdekken? Ja, kijk. Ja. Ik ga ze biedt nog even een taartje eten, of niet dan? Hoe heet je? Warre. Warre. Watte? Warre. 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 Ja. Oh ja, als je dat had gezegd, dan wist ik wel dat hij Belg was. Warre. Heb ik nog nooit in Nederland gehoord. Nee, dat vind ik wel een beetje vies. Verdomme, brute naam hoor. Ja, dat is een goede naam. Warre. En hoe oud ben je geworden? 15. Nice. 15. 15. En wat ga je doen vandaag op je verjaardag? Ja, ik heb Casey gekregen. Veel felicitaties. Allemaal op mijn Instagram gezet, maar voor de rest niet veel eigenlijk. Oké, en heb je al cadeautjes gekregen? Ja, zwamworstjes. Hoe? Zwamworstjes. Worstjes? Zwamworstjes, wat zijn dat? Dat is een hotdog. Hotdogs? Ja, maar dan die worsten. Dus gewoon knakworst? Ja, maar dat is ook klein, hè? Oh, en dat heb je gekregen voor je verjaardag? Ja. Nice. Oké, ja. Wat doe jij? Zitten we in bananensplit? Wacht, ik snap het even niet. Wacht. Oké, ik ga het erbij pakken, oké? Nou, we zitten even in de war. Warren. We zijn even in de warren. Ja. Oh, die grap krijg ik veel te horen. Ja, dat hoop ik, ja. Dus jij wilt zeggen dat je dit voor je verjaardag hebt gekregen? Ja, maar dan kleiner. Oké. Vroeg je dat ook of? Is dat normaal in België dat je dat voor je verjaardag krijgt? Nee, ik vind dat gewoon heel lekker. Ah. Oh, zeg dat dan meteen! Ja. Kijk, dan snappen we dat het leuk is om te krijgen als je het lekker vindt. Ja, super. En dan kreeg je van die stokjes erin met van die KP-vlaggetjes zo in zo'n worstje? Ja,
Nee, Danny. Helaas. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want als deze hele shitty tijd over is, dan kan jij nog even je verjaardag uitgebreid gaan vieren met het allernieuwste Knolpower feestpakket. Dus dan kan je al die vlaggetjes in je knakworstje stoppen. Wil je ook zo'n feesthoedje opdoen? Zwamworstjes. Ja. Superman, ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, heel blij. Zo'n nou. Beetje raar. Zullen we nog even een foto maken? Ja, top. Oké, 3, 2, 1. Hey, goed man. Hey, een hele fijne verjaardag. Maak wat leuks van. En geniet van de worstjes, hè? Oké. Niet in één keer opeten. Doei! Ja, dames en heren, dat waren een paar van de jarigen. En voor alle andere mensen die jarig zijn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. En dit is het allernieuwste Knolpower feestpakket. Speciaal voor verjaardagen. Dus er zitten dan bordjes bij, slingertjes, bekertjes, vlaggetjes. Met stokjes, zodat je het bijvoorbeeld in je knakworstje kan stoppen. En dat staat nu online op knolpower.nl. Dus mocht jij nu alsnog een feestje willen vieren, dan kan dat. Maar hou wel rekening met de maatregelen. En ik vind het wel tof om te zien dat de mensen die we hebben gebeld, die houden allemaal rekening met de maatregelen. En het zijn gewoon leuk hoe ze ermee omgaan. Ik bedoel, de ene die krijgt wel visite, maar wel gewoon op afstand. De ander die heeft gefixt, dus dat de auto's, vrienden allemaal langskomen. Super tof om te horen en om te zien. Dus ik denk dat we dit maar vaker moeten gaan doen. Ja, denk ik ook. Dat lijkt me in ieder geval hartstikke gezellig. Ik vond het heel erg leuk. Het hoedje staat je heel schattig. Meer taart dan. Ja, meer taart. Ja. Ja, Nicole komt dan ook weer mee. En Mees die was er even niet bij, want die was video aan het editen. Dus ja, misschien is Mees er dan volgende keer wel weer bij. We gaan er vandoor. Ja. En we nemen mee pionnen. En een broek. En melk. Nice. Nice. Broodjes, pindakaas. Een broodje pindakaas. En een broodje. Gadverdamme. Ja, we hebben een leuk ideetje wat we gaan proberen uit te voeren. Ik heb het ook ooit een keertje gezien bij Calvijn. Die heeft dat ook gedaan. Dus dat heeft me ook wel wat inspiratie gegeven. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Gaat lukken. Wie melk ook heeft uitgevonden is echt zo geniaal. Ja, de koe. Daarom, geniaal. Ja. Je hebt zo'n klein mondje en zo'n grote dop. Kijk eens wat we hier hebben. Het is een driewieler. Moet je kijken joh. Vet hoor. Kijk die man ook op die motor zitten. Yeah. Het is alleen een beetje gek dat je met zo'n motor geen helm op hoeft. Dat is wel, heeft toch gewoon een spoiler dat ding, zeg je dat? Het ziet er echt raar uit, maar hij heeft hem echt wel goed gepoetst en alles hoor. Ja, die heeft hem wel gepimpt, ja. Ja, ik vind het niet zo mooi, maar ik vind het er wel cool uitzien. Ja. Die vrouw had ook helemaal zo'n sjaal en alles om, want ja, achterop is super koud. Ik vind het vangt alle wind. Ja, omdat je wat hoger zit. Ja, hele nek deed het het zo. Kijk, hey Makia, oh nee shit, we hebben jou nodig. Ja. We hebben Makia nodig. Blijf hier. Makia. Jij ga je haar pakken? Lukt dat? Kom maar, Makia. Hey. Hey. Snel pakken. Nu. Ja, we hebben er. Kom maar lekker mee naar binnen. Jammer. Kans gemist. We zijn bij Milan en we gaan het volgende idee uitvoeren. Milan heeft Instagram en hij heeft zojuist 1 miljoen volgers daarop gehaald. Echt bizar. En we hadden hem ook gefeliciteerd met een taart toen hij bij ons thuis langskwam. Dat was echt super gezellig. Maar nu gaan wij foto's pakken van Milan's Instagram. En die gaan we zo goed mogelijk namaken. En aangezien Milan niet thuis is, kunnen we zijn hele huis gebruiken. En ook alle plekken waar hij de foto's heeft geschoten. Maar eerst gaan wij genieten van wat lekkere kleine stukjes appeltaart. Oh, zo lekker. Echt lekker. Wat ben ik? Echt lekker. We gaan eens even kijken. Of Myron wel altijd de waarheid spreekt. Ja? Komt-ie. Spreekt Myron altijd de waarheid? Ik ben benieuwd. No way! Nu wil ik jou zo, net als die meme, zo naar buiten dragen. Ja. Tu-tu-du-du. Ja, wat is jouw vraag? Ja, of jij eerlijk bent. Oh. Definitely. Zie je?
Tuurlijk. Ja, 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 ja. Ik lieg toch niet? Ik lieg toch niet. Makia die doet zich een beetje dom voor. Maar kan Makima... Makima? Makima? Kan Makia stiekem praten? Nee, nee, katten kunnen niet praten. Ben je gek of zo? Alleen in huisdiergeheimen kunnen ze wel praten. Ja, en in Toy Story. Ja. Oké, okay, we gaan naar boven. Makia, jij niet. Jij blijft lekker hier. Nou, als je toch even langs wil komen, mag dat. Makia mag gewoon overal komen. Ik weet niet of jullie thuis huisdieren hebben. Maar soms dan heb je voor jezelf een keuze gemaakt dat bijvoorbeeld de hond of kat ergens in een kamer niet mag komen. Bijvoorbeeld in je slaapkamer, omdat er anders allemaal haren komen van je huisdier. Of omdat er in een bepaalde kamer spullen liggen die anders worden kapot gemaakt of opgevreten. Maar goed, wij gaan nu eventjes naar boven. Wij gaan naar de slaapkamer van Milan. Top geheim, daar wordt eigenlijk nooit gefilmd. Maar we gaan naar zijn kledingkast. Hier zijn we. Hij heeft gewoon een inloopkast. Ja. Je hebt gewoon een mooi kleedje. Lekker zacht. Oh, het is echt lekker zacht. Ja, puur omdat hij het fijn vindt als hij dan uit zijn bed dat hij dan een zacht kleedje heeft. Oh, dat is echt lekker zacht. Milan, wat lekker zacht. Op een of andere manier vind ik alles met sandalen er nog veel grappiger uitzien. Dus ook dit. Welk outfitje hebben we nodig? Nou, sowieso dat ene shirt die jij ook hebt. Met dat rood, donkergroen. Een roze. Een roze hoodie. Ja, dit, is dat deze? Nee. Nou. Nou. Ja, dit is hem wel. Ja, dit is hem. Ja, dit is hem. Ja. Nice. Die broek hebben we beneden liggen. Ja, die broek die had ik laatst geleend van Milan. Die hebben we meegenomen. Deze. Die schoenen heeft hij beneden liggen. Oké. Maar laten we foto voor foto doen. We hebben alleen nog een grijze pet nodig. Ja, die petten. Waar bewaart die man zijn petten? Volgens mij hebben we gewoon zijn pet gevonden. Nice. Ja, ik denk dat dit de pet is. Ja. Liggen hier opeens allemaal petten op de grond. Yup. Oké, okay, nice. Dan hebben we dit outfitje compleet. Laten we deze foto ook meteen schieten. Ja, is goed. En dan hier moeten we nog zoeken naar zijn schoenen. Tenzij hij ze vandaag aan heeft. Ja, hey, Makia, ja. Je mag met Enzo op de foto. Ja, jou hebben we ook nodig. Leuk dat je wat van je laat horen. Ja, als hij ze aan heeft, zou dat wel echt heel lullig zijn. Ik denk dat hij ze aan heeft. Ik heb vandaag een story gezien. Ik kan het in de story zien. Serieus? Ja. Ah, oh, dat zou zo zonde zijn. Ah, oh, shit. Oké, okay, dan kijk ik even op zijn story. Nee, hij heeft ze niet aan. Oh, nee, inderdaad. Oké, okay, nee. Dan moeten ze hier ergens liggen. Ze moeten hier ergens liggen. Hij heeft vandaag hier nog... misschien? Ja, ik heb ze. Ja? Ja. Ja! Ja, ik heb ze. Ja. Top. Schoenen gevonden. Ja, nice. Makia gevonden. Hey, Makia, jou hebben we nodig. Ja. Oké, okay, die broek, waar was die broek? Die ligt hier. Kijk eens even. Dan ga ik me nu even omkleden en transformeren naar Milan in één simpele klap. Hoppakee, tijd om de foto te maken. We hebben ook alvast de achtergrond gefixt. We hebben hier wat dingetjes opgeruimd. Zo, dat is daarboven. En dan nu kunnen we de foto maken, denk ik. Denk ik ook. We moeten even goed die achtergrond hebben. Ja. Dus de camera moet hier. Zie je die stoel net nog? En deze staat... Er staat licht aan in zijn studio. Oh ja. Die plant moet meer naar rechts. Milan die heeft sinds kort een iPhone. Maar de foto die wij nu na gaan maken is gemaakt met nog zijn oude telefoon. En dat betekent dat het dus heel erg moeilijk is om hem na te maken. Want een telefoon heeft gewoon een camera en elke camera is anders. En daardoor is het lastig omdat de ene telefoon kan heel breed zijn met de lens en de andere iets minder. Dus we krijgen de deur er niet goed op, maar ik denk dat we zo goed in de buurt zitten dat het gewoon best nog wel geslaagd is. Geef ik jou mijn telefoon en dan ga ik Makia pakken. Ja, ik heb haar. Maar oh, ze moet wel even een beetje ontspannen zitten dan. Hè? Hoe zit die dan? Mag ik dat zien? Ik lach altijd heel uitbundig op foto's. Ah, oh jeez, of hey. Milo altijd een beetje zo. Je moet een beetje zo naar me kijken. Wow! Ja, dat is wel sick hoor. Serieus. Hij is wel goed toch? Ja, hij is wel goed. Wow, die is echt sick. Het is nog steeds bijzonder hoe Makia gewoon... Kijk dan, hoe ze bij me ligt. Hé, hey, vind je het lekker schatje? Hé, hey, vind je het gewoon lekker? Kijk dan joh.
Oh, nu was ze wel weg. Oké. Oké, dit is echt geniaal. We gaan de foto pas aan jullie laten zien als Milan er ook bij is. En dan gaan we Milan laten reageren. Dat wordt echt geniaal. Oké, op naar de tweede foto. We gaan er echt voor. En we hebben er zelfs wat voor over. Dat we serieus. Een fietsen onderbroek aan gaat ook van Milan. Yep. Ik ga door de vuile was van Milan. Op zoek naar de goede onderbroek. Ja, maar het kan zijn dat hij hierin ligt. Het moet haast wel, want dit is de witte was. Of hij heeft hem nu aan, hè? Dat kan ook. Ja. Maar goed, we hebben hier in ieder geval een witte onderbroek gevonden. Het is niet de onderbroek die hij precies aan had. Alleen ja, de tekst die erop staat is anders. Maar goed, so be it. Zullen we lief zijn en dit in de was doen voor hem? Ja, dat is wel lief, hè? Ja. Ja, doe jij dat maar. Voor deze kan ik in ieder geval alles uitdoen. Want hij heeft letterlijk niks aan behalve zijn onderbroek. Weet je wat leuk is van deze foto? Ja. Die heb ik voor Milan bewerkt. Ja, klopt. Dus dat effect die er overheen zit. Die heb jij nog. Die heb ik gewoon op mijn telefoon. Dat is nice. Dat is nice. Ik zou hem gewoon over deze onderbroek heen doen. Ja? Ja. Ja, omdat het een vieze onderbroek is. Ja. Ik heb nog steeds een blaar op mijn hak. Oh ja, van het skileren. Ja, van het skileren. Dus dat is heel irritant. Want ik wil heel graag weer skileren. Maar ja, met zo'n blaar is dat gewoon niet te doen. Nee. Dus ik moet even wachten tot het over is. Milan heeft wel grote onderbroeken voor zo'n klein kontje. Inderdaad zeg. Dit is gewoon een tent. Oké, we gaan naar buiten. We moeten de trampoline verplaatsen. En we hebben een kruiwagen nodig. Ja, ik denk dat het best wel een moeilijke foto gaat worden. Dat denk ik ook wel. Hij ziet er makkelijk uit. Alleen een witte onderbroek. Maar het is niet altijd alleen de outfit. Het is ook de achtergrond en zo. En de movement, ja. Want hij moet precies... Want Milan die is dus gaan springen op de trampoline met een kruiwagen. In zijn hand. Ja. En tijdens dat hij sprong en de kruiwagen ook in de lucht ging, keek hij en werd de foto gemaakt. En die is in hele mooie kwaliteit. Dus dat wordt lastig, want je hebt de foto bewerkt, maar niet gemaakt. Nee. Nou, zijn we weer op het strand van Milan. Ja. Oké, dus die trampoline, die moet daar komen te staan, want dat huisje wat je ziet, dat witte huisje, dat staat er een beetje op. Oké, moeten we eerst even de foto, denk ik, houden waar de cameraman stond en dan de trampoline verplaatsen. Goeie. We worden hier echt goed in. We gaan kijken hoeveel foto's we gaan doen. Maar dit wordt in ieder geval nummer 2. Ja. Dit is hem. We hebben hem. De kruiwagen. De kruiwagen. Ga ik lekker even... Hoe komt hij er ook bij? Ja. Hoe komt hij erbij om met een kruiwagen op de trampoline te gaan? Ja, zo heb jij ook wat dingen hoor. Dat ik denk, hoe kom je erbij? Ja, dat gaat dan blijkbaar toch in je hoofd om. En dan denk je, ah, dat is leuk, dat is normaal. En dan later... Zo. Die zit erop. Oké, en dan top. Nu moet ik gaan springen. En terwijl ik spring... Dit is wel heel erg leuk trouwens voor de mensen die Milan volgen op Instagram. Ja. Want die kunnen de foto's dus al kennen en die weten dus al wat we gaan doen. Ja. En welke foto we nadoen. Dus nu moet ik springen met deze. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja, zo wel. Ja, kijk, nu lanceer je hem. Ja. Oké, okay, ja, ga jij maar even oefenen. Zo. Ja, dat was het. Ja, ik heb natuurlijk geen kaal hoofd, maar... Nee, ik schiet wel gewoon. Is het, hij heeft zijn handen zo, hè? Ja, maar en dan... hij staat een beetje gedraaid. Naar jou toe? Ja. Zo. Oh, dit is moeilijk hoor. Komt hij, hè? Ja. Oh, dat was hem al. Was dat een goeie? Ja. Dit is echt geniaal. 1, 2, oh. Het is zo dom met die kruiwagen. Oké, we hebben hem. Yes. Oké, nice. Dan kunnen we dit weer opruimen. Oké, we gaan meteen door naar de volgende. We hebben hiervoor, geloof het of niet, een mes nodig. Ja. Dat is deze. Mooi mes. En daarvoor... hebben we ook nog een trui nodig. Toppie. Volgens mij heeft hij geen pet of iets op, toch? Op deze foto. Oh, nee, volgens mij ook niet. En dan heeft hij het mes in zijn handen. En dan heeft hij gewoon dit zo. Ja. En dan is de focus op het mes. Ja. En dan heeft hij als titel... wat heb jij het liefst op je brood en wat mag ik voor je smeren? Echt? Ja. Oké, nou... Alsof je hier boterham mee smeert. Ja, nee. Maar maakt niet uit. Het moet voor een groene wand. Ja, een groene achtergrond. Ik denk dat. Die? Ja. Maar laten we heel even kijken op de foto of we niet kunnen achterhalen waar hij hem gemaakt heeft. Misschien wel daar hoor. Ja, die, daar. Dat is wel heel mooi groen. Gaan echt lekker.
dit komt serieus ook wel een beetje omdat Milan en jij een beetje dezelfde lichaamshouding hebben. Dus het is voor jullie ook makkelijker om elkaar na te doen, denk ik. Ja, weet je wat het is? Milan en ik, dat is serieus zo. Wij zijn tot onze, volgens mij, 10e of zo, of 11e, zijn we zo vaak uitgemaakt voor tweeling. Ja, hè? Echt serieus, ja. Dan, oh ja, dat is een tweeling, hè? Jullie zijn zeker tweeling of niet? En wij altijd, nee, we zijn geen tweeling. En dan Milan, nee, ik ben ouder. Ja, en op een gegeven moment, toen waren we jaar of 13, 14, en toen leken we gewoon niet meer op elkaar. Nee. Toen werd het ook nooit meer gezegd. Maar op hele jonge leeftijd, we altijd, zijn jullie tweeling? Vooral als we dan bijvoorbeeld hetzelfde t-shirtje aan hadden. Oh, of we bijvoorbeeld dezelfde kapsel hadden. Ja. Dan was het echt, zijn jullie tweeling? Maar dat is wel een dingetje, mensen. Ik, zoals ik al zei, ik lach heel erg vaak op foto's. En gewoon omdat ik ook vrolijk ben, vind ik zelf. Alleen, Milan is te vaak serieus. Oké, we denken dat we iets te veel zon hebben. Dus we gaan even een stukje daarheen in de schaduw. Gaan we daar proberen. Want we doen natuurlijk wel ons uiterste best om hem zo precies mogelijk na te maken. En ik ben, nogmaals, ik ben zo benieuwd naar Milan's reactie. Nice. We hebben hem. We hebben er alweer eentje. Dat is de derde. Lekker, dames en heren, als jullie nu niet de video gaan liken. Hé, hey, allemaal liken. Ik snij die duim van je eraf. Nee, grapje. Grapje. We gaan naar de volgende foto. We gaan weer naar boven toe. Yes, ik zie hier meteen al een beetje. Oh. Oh, dat is hem. Oh mijn god. Wauw, dit is de onderbroek die ik eigenlijk aan had moeten doen. De man met snor onderbroek. Ik dacht, spin mijn voet. Oh, verdomme. Ik schrik me helemaal dood. Ja, hij zit hier. Oh, shit, waar is hij? Ja, hij zit hier, kijk, hier. Oh ja. Jeetje, dat ik hier zo erg van schrok. Dit is wel ongemakkelijk. Ik zweet me ook helemaal dood, maar dit is wel ongemakkelijk. Want ik ben helemaal niet zo heel bang voor spinnen. Maar dit was meer een beetje de situatie. Ja, ik ben wel bang voor spinnen. Ja, dat had ik door. Wit shirtje. Ja, wit shirtje, deze is top. En dan moeten we die pet zoeken, dat is deze. Welke pet? Oh, die pet met dat gele erop. Ja, lag die daar? Oh mijn god. Ik krijg een appje van Milan. No, heb jij nog geen appje? Nee, denk het niet. Ga eens kijken. Hij zegt wel eens goed. Ik vroeg namelijk of hij vandaag nog even ons kon meeten. Ja. Maar hij zegt is goed. Hij zei, ik ben nu klaar. Hij zat in mijn opnames de hele dag. Oh, dan is hij ook zo thuis. Ja, dus hij kan ook straks thuis komen. Ja, maar dan kunnen we het meteen laten zien. Maar hij stuurt mij, wat hebben jullie gedaan? Echt? Ja, kijk. Heeft hij het gezien op de camera's? Ja, dat sowieso. Dat ja, want we zitten natuurlijk te lopen en dat ziet hij met die beweging. Maar ik ga niet openen, want dan dat is verdacht. Nee, en we moeten die foto's nog wel een beetje bewerken hier en daar. Ja, dat gaan we sowieso straks doen. Dus we kunnen hem eigenlijk helemaal niet zien hier. Nee. Maar goed, dan gaan we meteen snel verder. Ik heb een wit t-shirtje aan, blouseje van Knolpower. Yeah. Het is wel een maatje te klein voor mij. Maar hij is open, dus dat maakt niet uit. Inderdaad. Deze moeten, of zie je dat niet? Die moeten, nee, kijk. Moet opgekruld. Oh, die moet helemaal opgekruld. Oh, wil jij dat doen? Ja, laten we de camera hier opzetten. Wat is dat? Die tegel, joh. Ja. Moet ik dat? Ja. Oh. Nog een keer. Huh? Een rare tegel. Oeh, stinkt ook die tegel. Ja, stinkt die tegel? Ja. Stinkende rare tegel. Hier heb je de telefoon. Yes. Tijd voor de volgende foto. Die is bij deze tv. En dat is met een wit t-shirtje, dit blouseje dus. T-shirt over je broek. Oh, t-shirt over mijn broek. En die plant moet daar nog even weg. Oké. Plant weg. En eindelijk een foto waar Milan keihard lacht. Ja. Ja. Maar deze heb jij gemaakt, toch? Ja. Spontane foto. Ja, dit was serieus een spontane foto die ik van Milan heb gemaakt. Hij was gewoon dit blouseje aan het passen en toen klikte ik een paar keer en toen... Ja, dat was een leuke foto. Ik denk dat deze wel echt ziek goed gaat lukken. Deze moet eigenlijk even weg. Ja? Ja, uit. En nu moet je gewoon gaan lachen. Oh. Iets met je mond open. Nee, ik weet niet hoe ik moet lachen. Hij lijkt het makkelijkst deze, maar die is dan toch wel heel erg moeilijk. We hebben er nu 4 gedaan, maar we gaan voor de laatste 5. Alleen nog even kijken welke dat wordt. Okay, wil je die doen dan? Ja, zullen we deze proberen? Oké, dat wordt de laatste. Oké, de laatste is misschien wel het allermoeilijkste. Het is niet bij Milan thuis, het is een stukje verderop hier. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken en we moeten nog kijken of alle kledingstukken hier liggen. En we moeten alles een beetje opruimen, hè, voor als Milan thuis, anders heeft hij het al door.
Ja, ja, tuurlijk. Pet heb ik in ieder geval al gevonden. Die ligt hier in de hoek. Dit is trouwens ook echt een super tof artikel van Milan. Toen hij Dit is Milan filmpjes maakte. Geniaal. Dit is juli 2010. Moet je nagaan. En het is ook serieus gewoon helemaal geel geworden, dat krantartikel. Maar wel echt super tof. Ik ben echt super trots op mijn broer wat hij allemaal heeft bereikt. Het is echt bizar. Echt sick. Oké, we zijn op zoek naar Nike's en dan witte zolen. En nee. En dan de rest zwart. Even kijken of die hier liggen. Ik ben alweer vergeten. Ja, dit zijn ze. Ja, sowieso. Dit zijn ze. Schoenen gevonden. Hebben de broek. Het is een zwarte broek met een beetje gaten. Juist. Dat is hem, hè? Juist. En dan nu nog een zwarte Puma hoodie. En dan nog dat blauwe jekje. Die is vooral belangrijk. We hebben hier het complete outfitje liggen. Alleen dit jasje is anders. Maar daar hebben we een idee voor. Dat gaan we jullie later laten zien. Maar we zijn nog iets tegengekomen. Waardoor we nog een extra foto kunnen doen. En deze is ook wel heel erg gemakkelijk. Tenminste, zo ziet hij eruit. Nogmaals, ik heb mijn hoofd niet kaal geschoren zoals Milan. Maar we hebben het broekje gevonden wat hij aan had. Ja. En de twee pionnetjes hadden we meegenomen van huis. Dus dit is ook weer eentje die we kunnen doen. Ja. Ik denk wel dat we snel moeten zijn. Anders komt Milan straks thuis. Ja. Oké, gaan we hem snel doen. Ik pak statieven bij. Let's go, let's go. Oké, daar sta ik dan in het outfitje. En dan de pet nog even af. Pionnetjes voor je tepels. Houd hem maar voor. Ja, dit is wel een rare foto, Milan. Is dit hem? Ja, en dan kijkt hij verbaasd. Zo. Nee. Deze is best wel goed gelukt, deze hoor. Deze is echt goed gelukt. Okay. Ja, wow. Sick. Dit is nice. Het laatste outfitje aan. Ja, het laatste outfitje doen we onderweg. Tijd dus voor de laatste foto en laatste outfit. Oké, zwarte broek. Check. Oké. En dan nu nog eventjes een trui. En dan als allerlaatste nog even een lekker jackie. Hoppakee. Pet is ook wel handig. Hoppakee. En dan ook nog eventjes schoenen. Dat is ook wel handig. Hoppakee. Volledige outfit die Milan aan had. Behalve de jas dan. Maar dat komt goed. De laatste foto. We komen naar je toe. Ik voel me wel zwak hoor met deze outfit. Zo. Goed outfitje hoor. Voelt goed hoor, Milan te zijn. Kanonnen. Het zou ook wel leuk zijn om een keer te ruilen met Milan van leven. Dat Milan dan gewoon een keer een hele dag bij Huizen Knol is. Ja. Nee, ik denk dat jij dat... Ja, ik denk aan de ene kant dat je het wel chill vindt. Want dan kun jij gewoon de hele dag hier een beetje chillen, gamen, in de zon liggen. Nu klinkt het alsof Milan helemaal niks doet. Beetje chillen, en beetje werken gamen. Achter de computer natuurlijk. Maar hij is wel de hele dag alleen. En bij Huizen Knol heb je constant mensen om je heen. Ja, klopt. Dat is wel zo, ja. Ah, misschien Milan maar een keertje de vlog overnemen. Ja. Het is dus heel erg dichtbij. Milan heeft deze foto gemaakt bij het tankstation. En nogmaals, de foto's proberen we zo goed mogelijk na te doen. Want om exact dezelfde situatie te schetsen en de complete outfit en in dit geval de auto bij het tankstation, dat kan niet. Maar nogmaals, ik denk dat het resultaat echt verbazingwekkend goed zijn. Denk ik ook. Gezondheid. Dat is de manier hoe je niest, hè? Mm-hmm. Oh. Welke was het? Ja, welk tanks? Volgens mij is het helemaal links. Ik ga even kijken. Ik denk dat jij het beste heel even naar buiten kan. En dan eventjes kan kijken naar de verhouding van de auto. Het boord helemaal daarachter. Ja. Staat het boord er nog wel? Ik hoop het wel. En het logo hier zo. Ik denk dat dat goed is. Oké. En? Ja, de foto is vanaf hier gemaakt. Dus de auto staat goed? Ik denk het wel. Oké, dan ga ik uitstappen. Oké, de klep moest open. Ja. Zo. En hij was ook aan het tanken, ja, toch? Dus je moet eigenlijk wel tanken dan jij. Tankt hij met rechts of met links? Met links. Hij tankt met links? Ja. Oké, dus hij doet deze. Die heeft hij zo vast. En dan doet hij, heeft hij ze alle vingers hierin of? Drie vingers hier en zijn duim eroverheen. Tankt hij? Hij tankt met drie... Iedereen tankt toch gewoon zo en hij tankt met drie vingers hier? Yep. Oké, dus die zo. Ja, dan doet hij ze. En dan zo. Nee. Zo. En zo. Ze tankt zo ver mogelijk naar beneden. Zo doet hij. Zo. Zo. Ja, die. Dit is hem. Ja. En dan doet hij heel overdreven zo. Nee, zo. Wel een cute lach. Wat is hij? Ja, we hebben hem. Sick! Oh mijn god. Yes. Het is hem hoor.
Die is goed gelukt weer. Nice. We hebben echt serieus heel erg sick gedaan. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar de reactie van Milan. Hoe leuk het ook is om Milan te zijn, ik doe wel even weer mijn eigen outfitje aan. Een mooie nieuwe t-shirtje die Marion voor mij heeft geshopt. Yay. En dan kunnen we straks, als we Milan zien, kunnen we mooi zijn outfits weer teruggeven. Ja. Oh, komt de auto aan. Ah joh. Ze waren al aan het lachen. Staat de auto er mooi op? Ik ga niet eerder weg voordat hij er mooi op staat, hè? Ja, oké. Okay. Hey, later hè? Ja. Yo. Het is echt geinig, want elke keer als ik hier langs rijd onderweg naar Milan, dan staan die gasten daar. Gewoon wachten totdat er dikke auto's voorbij komen en dan gaan ze plaatjes schieten. Ik merk sowieso dat carspotters, je hebt er zo mega veel van, dat als je één keer op Instagram gaat zoeken naar iets van carspotter of zo, dan krijg je echt een waslijst van hier tot Tokio. En ik zal zeggen, de foto's van carspotters zijn niet altijd even goed. Maar deze guy, die heeft wel echt een mooi plaatje gemaakt. Ja. Die is wel echt serieus heel erg nice. Toen we een keer bij de McDrive stonden daar. Dus shout-out naar jou. Thanks voor de vette foto. Dat is een dikke Lamborghini. Zo, sick hoor. Zo, hij deed ook even zo'n handje omhoog. Zo, hey. Hurricane. Een toekan? Hurricane. Het is, in het Engels is het zeg maar hurricane. Ja, hurricane. Hurricane. Volgens mij, in het Engels, hurricane. En in het Nederlands is het hurricane. Ja, gek ja, is dat. Ja, maar dat was wel. Dat is echt sick. Ik zag hem als eerste. Ja, jij zei al meteen van, oeh, kijk daar verderop. Ja, op een of andere manier heb ik een Lamborghini radar altijd. Ik hou echt van lage Lamborghinis. Oh, en van deze natuurlijk. Ik wou net zeggen, ik kan ook te ver gaan, hè? Nee, maar heel eerlijk en zo, jij vindt de lage Lambo ook mooier. Ja, nou, mooier. Ik rijd natuurlijk nu al een tijdje in deze auto. En ik ben deze zo enorm gaan waarderen. En dit is sowieso de sixth en beste auto die ik ooit heb gehad. Alleen een lage Lambo en deze kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Maar die omdat... ziet er gewoon super uit. Als je hem ziet rijden, dan denk je meteen van... Wow. Ja, dat is waar. Het is echt een dikke, zieke sportswagen. Kijk eens wie daar is. Wat? Dit is Milan. Oh shit, hij blokkeert ons. Hij heeft ons door. Yo! Yo! Hé, hey, rij even achter ons aan. Ja, hij zei serieus ook net nog via de app... Hey, wat hebben jullie gedaan bij mijn huis? Ik heb net de camera's bekeken. En nu komen we hem hier gewoon tegen. Oh mijn god. Alleen een lage Lamborghini straalt iets heel anders uit dan een hoge Lamborghini. Dat is zeg maar een beetje het verschil. Het ziet er gewoon meteen veel sicker uit of zo. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ah, er wordt scooterrijden aangehouden. Die was waarschijnlijk jou aan het achtervolgen en ze kwamen erachter dat die veel te hard ging. Ja, misschien. Ik heb geen idee. Maar hij reed inderdaad achter mij en Milan aan. En hij probeerde ons bij te houden ofzo, ik heb geen idee. Nou goed, in ieder geval, wij gaan eventjes een plekje zoeken waar we echt even een zieke foto kunnen maken. Aangezien Milan nu die Audi RS6 heeft. Ik ga tegen Milan zeggen dat de politie hem moet hebben. Ik denk hij moet er langs, weet je wel. Dat gaan we doen. Politie vroeg om jou. Ja, dag. Ze omschreven iemand met roze haar, gemillimeterd en rijdt met zijn hoofd uit het dakraam. Ja, dat vond ik zo rijd. Ja, nou dat was de omschrijving. Ja. Maar ik wou net naar jullie toe om te eten. Ja. Waar ging je heen? Wij wilden serieus net naar huis gaan, maar toen zei Marvin in één keer van we kunnen wel een vette foto maken met beide auto's. Ja, goed idee. Jeroen heeft wel vaak een goed idee, hè? Ja, serieus hoor. Dat is echt top. Ja. Ja, zeker. Kan hem wel een keertje inhuren? Nou ja, weet niet. Wat is uw tarief? Ja, geen idee. Wat ben ik eigenlijk kwijt? Je weet mijn pincode gewoon, dus geen idee. Nou, rij jij maar naar een plek waar jij denkt dat mooi is. Ja, ja dat was daar mooi, maar daar zit de politie nu. Daar? Ja, daar. Misschien wil de politie er wel bij. Ja, zet hem er gewoon naast. Gaan we zelf foto maken. Ja. Oké, okay, nee, we gaan wel een stukje verder oprijden. Ik heb wat voor jullie meegenomen ook. Echt? Ja, kijk. Oh, sick hoor. Dat is vast wel lekker. Lekker, dat is echt lekker. Die komt gewoon soms met dingen waar je dan ook echt zin in hebt. Je hebt echt goede ideeën ook. Ja, alles goed met je. Ja, kijk hoe warm ik gekleed ben. Hey bro, ja, deze is wel nice man die je aan hebt. Ja, thanks. Ja, die is echt nice. Dankjewel. Deze is nicer hoor.
Nee, deze is beter. Waarom zeg je dat? Nee, waarom zegt hij dat? Geen idee. Okay. Is dat iets inside? Wat weet ik niet. We staan hier op echt een mooie locatie. Is deze van hem? Nee. Hier zo? Dat is van mij. Ja, die is van jou. Wat zeg jij nou? Oh, dit is zo leuk. Ja, wat is er? Niks. In ieder geval, we staan hier echt op een sick locatie. Als wij nu hier in het midden gaan staan, ja. Dan hebben we echt... We hadden alleen eigenlijk nu een carspotter nodig. Hé, hey, dat ben ik nu. Ben jij dat? Ja. Ben jij de nieuwe carspotter? Ja. Oké. Okay. Volg Marion allemaal op Instagram. Marion_carspotter_nl. Nee, dus niet doen, want die bestaat niet. Dan gaat iemand dat nu aanmaken en dan... Ja. Zo. Swag ook weer, hè? Ja. Weet ik. Is dit serieus? Wat? Ik zit te kijken. Ja, nice. Ja, hij is echt serieus hiermee. Je moet er, ja, maar je moet er niks van zeggen, want dan doet hij het expres. Maar jij zei ook... Dat kan echt niet. Oh, je hebt er nu te strak gedaan. je bent echt niet goed. Ze moeten niet te strak. Je bent echt niet goed. Je wil niet weten hoe comfortabel dit zit. Ja, ik geloof je. Bizar. En het lucht ook nog eens. Geen last van stinkvoeten, zweetvoeten. Ja. Is top. En alleen verkeerde sokken aan. Ik wou net zeggen, en juist witte sokken. Niet. Dat is de trend. Waar zijn je KP sokken dan? Ja, het logootje zit hierboven, dat zie je nog niet. Oh. Nou, laten we die foto maken dan. Ja, met onze swag aan. Gaat het goed hier? Ja. Ja, ik ben Milan een beetje aan het afleiden in de woonkamer. Ik ga nu ook de tafeltennistafel even weer opengooien, zodat we even een beetje kunnen pingpongen. Ja? Ja. Maar deze wordt goed, hè? Ja, nice. Oh, die is echt goed gelukt. Ja, ja, sick. Oké, we gaan straks laten zien naar Milan. Let's go. Wie wil de pingpongen? Wil iemand met me pingpongen? Kunnen we de tafel in elkaar zetten? Ja, toch? Dan klappen we deze weer even uit. Aan tafel gaan. Ja, aan tafelen. Nou, hebben we het balletje? Let's go. Ik heb hier het bedje. Ja, punt voor mij. Serieuze punt. Ja, sick, hè? Oh, lucky. Ik sloeg zo hard met het balletje dat Lars geen eens zijn bedje weg kon trekken. En het is eigenlijk zo dat als je slaat en hij raakt het bedje nog aan, dan heb ik een punt. Dus dat was echt... Wow, hij is aan het spinnen? Holy moly. Dus dat was echt ziek veel geluk. Maar goed. Woe! Let's go! Je bent los in de weg. Zien jullie dit? Komt ie. Zo, dat is laat. Wat? Wat doe je? Ja, ik was ervan gedenken waar ik ging mee spelen, maar ik heb het niet. Oké, als je dat lukt. Dat is te groot voor me. Ja. Ja, ja, Lars heeft net een contact gehad, dus dat is niet meer zo mooi. Stel voor, ik laat het mogelijk los. En zo, we moeten stoppen. Stop. Stoppen? Ja, stop. Waarom? We hebben onze maandelijkse family call, quarantaine. We zijn nu met z'n allen op een app zijn we aan het bellen met de hele familie. Dus zoals jullie kunnen zien, Shen is erbij, mama, Gert, oma. En waar is opa? Ja, die moet toe, opa. Ja, die moet de camera bedienen. Hallo opa, duimpje omhoog. Hé, hey, maar we hadden het zo net over Maxima, over de kat van mama. Ja. Maar over Maxima gesproken, weten jullie met wie ik morgen ga bellen? Nee, met Maxima. Met koningin Maxima. Oh, wat leuk. Ja, ik ga video bellen met koningin Maxima voor Koningsdag. Oh, wat leuk. Voor hoe laat kun je dat zien ergens? Ja, dat is morgen in de ochtend. Maar kan ik nog groetjes doen van iemand aan Maxima? oma, als je iets mocht zeggen tegen koningin Maxima, wat zou je dan zeggen, oma? Dat ik haar heel leuk vind. Nou, ik zou de groetjes doen aan Maxima voor je, oma en mama. Kijk eens even, wat een lekker goed gevuld bordje Chinees. We zijn allemaal aan het smikkelen en het is heerlijk.
Oké, dit is echt geniaal. Ik heb een TikTok geplaatst. En als je hem nog niet hebt gezien, dan check even mijn TikTok, @EnzoKnol. Maar die is echt, vind ik, geniaal. Ik heb samen met Myron een dansje bedacht. En dat hebben we gedaan op het nummer van DaBaby. En dat nummer heet Rockstar. Als ik het goed heb. Ja, toch? Ja, Rockstar. En nu heeft Lars hem ook al gedaan. Mees die gaat hem ook nog doen. En Milan die is hem nu aan het leren. En ik probeer een eigen dansje dus een hype te maken op TikTok. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Dus ik heb op mijn eigen TikTok nog geen enkel dansje gedaan. Hè? Dus dit zou het eerste dansje worden. Voor mij ook. Ja, ik doe alleen maar humoristische dingen. Oké, okay, grappig. Ik doe TikTok dansjes voor de lol. Omdat ik het leuk vind en dit probeer, dat ik het een leuk dansje vind. Oh, okay. Maar ik ben niet echt een danseres. Ja, het is een dansje die iedereen kan. Dus je hoeft er echt geen moves voor te hebben of zo. Zelfs wij houten planken kunnen het doen. Maar vandaag zijn wij bij jou thuis geweest, Marvin en ik. En wij hebben iets gedaan in jouw huis. Verslavend, hè? Ja, je hebt hem wel. Dat was hem. Nice. Milan had het dansje al. Dat was sick. Ja, je bent bij mij thuis geweest. Ja. Ja, ik was vandaag aan het werk de hele dag op een zondag. Hè? Er moet ook gewoon gewerkt worden. En ik kreeg ineens een melding op mijn telefoon van pling. Er is iemand bij de camera. Dus toen zag ik ineens jullie staan. Ja. Maar toen zei de regisseur. Milan, we beginnen nu. Kom op. Dus toen moest ik weer weg. Ja. Dus ik Miron appen. Yo, wat doe je daar? Na de opnames van een uur of anderhalf. Wat doe je daar? Wat heb je gedaan? Zo reageert ze niet. Nee, Myron die zei ik ga niet reageren. Nee, ik heb niet geopend. Ik zei ik ga niet openen, want dan weet hij dat ik het gelezen heb. Ja. Dus, nou nogmaals mijn vraag, wat ik al echt 3 uur wil weten nu. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Nou, wij hebben jouw Instagram foto's bekeken. En omdat je de 1 miljoen volgers hebt gehad, leek het ons wel een leuk idee om een paar van jouw Instagram foto's na te maken. Oh, dus jullie hadden spullen nodig van mij thuis om juist dat te kunnen voldoen. Ah. Ja, dus we zijn door je huis gegaan. Ik heb zelfs iets uit jouw vuile was gehaald en aangetrokken. Een onderbroek. Omdat we die foto moesten namaken. Een onderbroek? Ja. Hij heeft een onderbroek voor jou aan. Eeuw! Ja, want die moest ik namaken. Dus dat was zo dom. En daarna vonden we hem schoon boven, die jij echt aan had. Echt? Ja, dat was die witte man met snoronderbroek. Oh, ja, maar ja. Nu hebben wij dus in totaal 6 foto's nagemaakt. Oh, en dan moet ik ze beoordelen of ze goed zijn natuurlijk. Oh, ja. Dit vind ik wel leuk. Ja. Wat een leuke verrassing een keer. Kreeg je niet kamperen of een zwembad? Ja. En dus ook, ja, dit is echt een keer een leuke verrassing inderdaad. Ja, ik zag ook een hele leuke comment die jij mij stuurde. Ja, nee, maar ik ga sowieso stuk altijd om jullie in de reacties. Dus alsjeblieft, als je een leuke reactie hebt, laat het hieronder achter. Want soms dan is het gewoon echt gewoon niemand. En dan enter. Echt helemaal niemand. En dan enter. En dan Enzo, dubbele punt. En dan staat er een tijdcode dat ik weer iets debiels doe of wat dan ook. Of in één keer hocus pocus. Iedereen wil toveren. Dus niemand. Echt helemaal niemand. Enzo, hocus pocus. Ja, dat soort dingen zijn leuk. Of deze vond ik heel leuk. He protect, he attack. But most importantly, he's at Milan's plek. Ik vond het leuk. De eerste foto. Ik denk dat deze het slechtst is gelukt. Slechtst. Wat zei ik verkeerd dan? Zag je dat niet? Zag je dat niet? Nee, ik zag het ook niet. Je had een puntje. Maar daar komt-ie. De eerste foto is dat jij een wit shirt aan had met dat knolpowerbloesje. Wit shirt met knolpowerbloesje. Jij stond in jouw studio, tenminste vlak bij jouw studio, voor de deur. Die heb ik van jou gemaakt spontaan, zonder dat jij het door had. Lang geleden. En die heb jij laatst op Insta gezet. Ik denk een paar maanden geleden. Ja. Oké, daar komt-ie. 1, 2. Boom. Oh my god! Die pet ligt er ook wel in mijn kamer. Nee, konden we niet vinden, die pet. Ja, die ligt daar in dat kastje naast jou, daar waar je staat. Zit die in dat kastje? Ja, die zit daarin. Oh, daar zitten al mijn petten. Shit. Dit is dus de eerste. Ja, nou, die is goed gelukt. Ja, vond je die al goed gelukt? Ja, die is goed. Je zegt goed gelukt, ja. Oké. Okay. We gaan nu naar een foto waar we Makia voor nodig hadden. Oh, maar die was buiten. Nee. Nou, die wilde naar buiten, maar Myron die ging heel stiekem achter Makia en toen, ja, pak! Dus we hebben Makia binnengekregen en het is gelukt en Makia was super lief. Ja. Echt super lief. Dat zouden van mensen. Zolang ik haar maar aan het aaien was. Ja, oké, okay, ja, 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 ja. Het is deze foto. Oh ja, die, ja, ja. Ja? Ja. En dit is wat we ervan hebben gemaakt. Wow! Bijna hetzelfde! Weer de verkeerde pet!
Ja, we konden niet die goede vinden, niet de exacte. Die ligt daar ook ergens. Ja, maar je, gast, jij hebt echt 30 petten ja, of zo. Echt, ja, dat klopt. Maar wel bijna hetzelfde. Oh my god, wat goed. Maar kijk hoe strak die broek bij jou zit. Je hebt echt van die humongous benen. Kijk, ik kreeg die broek niet verder naar beneden, dus je ziet ook dat ik witte sokken aan heb. Terwijl, ja, bij jou zie je geen sokken. Nee, ja, ik heb bruine sokken. Ja, maar hij zit ook heel baggy bij jou. Echt, je ziet allemaal losse stof. En bij mij is hij echt skinny jeans. Ja, klopt. En die plant bijna goed. Ja, die plant ook bijna. Andersom had hij. Een beetje, zie, 180 graden. Oh, maar wel ja. Die pootjes van die stoel, zie je dat? In die achterkant. Ja, wat goed. Ja. Dus we hebben echt gelet op de details en ook van hoe ver het raam open stond daar. Het ja, en waar je precies stond. Oh, ja, wat maar je moet niet vergeten dat sommige foto's zijn oud. Dus die heb je niet met de iPhone gemaakt. Klopt. Dus die heb je met je oude telefoon. En dat merk je wel, dat dat dan een andere angle is. Breder, kleiner. Ja, andere kwaliteit. Dat maar goed. Niet heel erg. Dit is leuk, jongens. Eindelijk een keer een leuke verrassing. Nu heb je de twee oh nee, dat taart was ook leuk met 1 miljoen volgers. Ja, ja, we zijn soms wel lief. Ja, we zijn soms wel lief. Ja, maar dat is jullie kracht. Weet je wat hun kracht is? Mocht je ooit bevriend zijn met deze twee, dan is het zo van, we gaan iets heel vervelends doen bij jou. En dan denk je echt, oh, ik haat jou. En dan de volgende dag komen ze met iets superleuks, waardoor je denkt, ah, oh, ik ben het allemaal weer vergeten. Ja, dat is een goeie. Ja. Oh, dat deden we ook tegelijk. Oh, dat was sick. No. Dit is de derde. Ja. Ben benieuwd wat je hiervan vindt. Deze is wel echt goed gelukt. Deze is goed gelukt. Let op. Wow. Ja, die is heel goed gelukt. Ja. Weer die gigantische benen. Ja. Mijn broek zit nog een beetje los. Maar hij past jouw broeken wel. Ja, perfect man. Maar jij draagt alles baggy. Ja. En ja, bij mij zijn het dan skinny. Ja. Oh, deze is ook goed man. Ook op de angle en de bank. En... Ja, en dan moest kijk, zie je dat ook? Oh, zie je de ruimte hier? Ja. En dan de ruimte hier. Oh, bij de elleboog. Ja, hier zie precies. Je? Dus deze zat dicht daar. Die hebben we ook gedaan. En deze zat open. Oh my god. Dus je had één zo'n driehoekje, dat is Illuminati, die zat open. Ik zie Miron al van, nee, rechterhand naar links. En dan doe jij naar rechts. Nee, ik zat naar zo links, achter de camera, beetje dit. En dan ging hij zo. En dan die arm, beetje zo. Dat werkt heel goed. Ja, ja, het gezicht probeerde ik ook heel goed na te doen. Ja, die is ook echt goed gelukt. Die is ook goed gelukt, ja. Nice. Door naar de volgende? Ja, het is echt heel knap. Thanks. Oké, dit vind ik de leukste. Hier hadden we ook de meeste lol mee. Deze foto hebben we ook nagedaan. Oh, ja. Oh, maar die is moeilijk. Dat was met de witte onderbroek. Ja, en dit is bewegend. Ja. Dus die is moeilijk. Deze was echt heel moeilijk. Ja. En het is bizar. Want serieus, de eerste foto die wij schoten, is meteen de goede. Nee. Ja, dus bij sommigen hadden we echt 30, 40 foto's. Maar dit, de eerste foto, we hadden uiteindelijk wel een stuk of 10, 20 gemaakt. Maar de eerste foto was het beste en dat is deze. Oh my god, ja. Ja. Perfect. Hij is echt goed, hè? Ja, perfect. Je ziet dat er wel veel meer blad is gaan groeien. Ja, ja, ja. Het wordt mooi weer. Maar ja, voor de rest, we gingen kijken naar de tekst van de trampoline die erop stond. Ja. Kijken naar de verhouding van hoe ver de kruiwagen links stond. Ja, wat goed. Ja, en ik had hem iets verder van me af natuurlijk en iets meer gebogen. Ja, wat hoekerig. Ja. Maar goed, man. Maar dichterbij dan dit kwamen we niet. Dit was zo moeilijk. Ja, dat begrijp ik wel. Sprong, dat is echt lastig. Ja. Dat is ook heel raar. Het lijkt ook alsof er bij mij meer bomen waren links en bij jou niet. Ja, dat is ook gewoon misschien soms net lichtinval. Perceptie. Of ik weet niet. Maar heel goed gemaakt. Ja, wel heel vies ook. Dat je mijn onderbroek aan had. Ja, ik had mijn eigen onderbroek had ik eronder. Oh, oké. Oké, dan gaan we door naar de ene laatste. Deze foto is wel met een voorwerp waarvan ik laatst zei... Ja, hij gaat nu even kijken op zijn Instagram. Ik ben nu even aan het kijken op mijn Instagram. Oh, deze denk ik. Deze. Ja! We hebben deze foto. Ja, want dat mes heb ik nog. Ja, ja. En ik zei vorige week nog: oh, dat mes set is echt sick. Ja, we gingen echt op zoek naar alle kleren en zo ook. Hè. Dus we hebben echt die wasmachine. Ik heb wel die wasmachine was je gedraaid. Oh, dankjewel. Maar ik mag hem zelf ophangen. Ja, dat wouden we nog doen, maar we gingen al weg. Ja, toevallig. We rijden straks al met je mee. Nee, dat komt goed, dankjewel. Oké, daar komt hij. In 3, 2, 1. Oh my god! Genial!
Ja, je kijkt alleen niet boos genoeg, maar voor de rest... Ja, maar jij kijkt zo boos en serieus op foto's. Ja, jij kan echt serieus kijken en zo kan dat niet. Nee, ik heb een veel te vrolijk gezicht daarvoor. Ja, maar je moet gewoon dit over je ogen heen trekken. Dan lijkt het meteen al bozer. Maar ja, we hadden ook best wel veel licht. Zoals je ziet, de foto van mij is lichter. Maar waar heb je dit gemaakt dan? Want ik weet wel nog waar dit was. We hebben deze gemaakt aan de rechterkant van jouw achtertuin. Dus als je de achtertuin richting de trampoline loopt, meteen rechts. Ja. Rechts van het gat. Ja, dat waar het kippenhok eerst stond. Ja, daar is het gemaakt, ja. Oh, die van jou is daar ook gemaakt? Ja. Oh, daar is die van ons ook gemaakt. Ja, want hier links beneden stond het kippenhok. Oh, kijk eens aan. Ja. Ja, dit is hem geworden. Achteraf had Enzo zijn hand iets hoger moeten houden. Maar wat knap dit. Maar ja, je ziet het wel, het mes met het haar. En ik had mijn haar expres naar die kant gedaan. Want eerst had het voor me, want ik heb mijn haar altijd op mijn wenkbrauwen. Nu is het wat opzij. Dus ja. Geniaal. Zo goed als. Ja, deze is echt goed gelukt ook. En dan gaan we nu naar de laatste foto. We hebben nog één. Ja, dat is de laatste. En nu is het zo dat dat outfitje ligt nog in mijn auto. Want onderweg van jouw huis naar mijn huis heb jij op die locatie stilgestaan en die foto gemaakt. Oh, echt? Dus wij hebben jouw outfit meegenomen. En jij hebt ook een deel van de outfit meegenomen. Ja. Huh? Weet je nog dat wij zo keihard aan het lachen waren net? Oh ja, met die kraag! Met het jasje! Ja! Ja! Heb je die meegenomen? Dat kan niet, ik heb er maar één toch? Ja, maar dat is het dus. Daarom moest ik zo lachen. Want wij waren zo lang op zoek naar dat jasje die jij vandaag aan had. En toen keek je op mijn story. Nee, heb ik niet gezien. Oh, want dan had ik hem gewoon aan. Wij hadden die foto nodig. Die jasje. Dat jasje, ja. Dus hebben we een ander jasje gekozen. Oh. En voor deze foto echt dikke Photoshop credits naar Myra. Dit was heel snel even. Maakt niet uit. Okay. Hij ziet er hierdoor veel en veel beter uit. De allerlaatste foto. Ben je er klaar voor? Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is namelijk om de hoek bij jouw tankstation. Oh ja. Ja, die... Dat was gas. Weet je hoe dit was gemaakt? Wat doe jij hier? Ik heb dit nog nooit gezien. Weet je hoeveel moeite ik hiermee had? Ik deed dit. En toen deed hij zeg maar zo. Ja, toen deed ik zo. Nee, je moet helemaal zo uit elkaar. Ja, je moet hem zo doen. En laten we ook even kijken naar hoe jij tankt. Kijk hoe jij die tankt. Ja, als je gaat letten op details is alles echt heel mooi. Maar hij was helemaal met zijn linkerhand en dan helemaal zo. Ja. Zo raar. Iedereen die doet gewoon vier vingers erin en dan zijn duim eroverheen. Jij had drie vingers en jij... Hè? Maar dan zijn mensen niet langs gereden en dat ze dachten, wat ben jij nou aan het doen? Dat je daar stond. Maar deze foto, ik ben wel benieuwd hoe jullie die hebben gemaakt. Want deze is gemaakt vanuit, dus iemand zat in mijn passagiersstoel. Wow. En daar heeft hij hem zeg maar uitgehangen en toen gemaakt. Nou, dan denk ik dat je echt gaat verbazen. Want we hebben de foto gemaakt naast de auto. Myron is uitgestapt. Oh, wel, oké. En we hebben ervoor gezorgd dat dat bord wat je daarachter ziet en dit logo hier, dat die ongeveer gelijk waren. Waardoor we wisten wat de compositie was. De laatste foto in 3, 2, 1. Kaboom! Zo! Ja, die is wel redelijk goed gelukt. Dit is je oranje jasje. Die met die ripcord. Oh, ja, klopt, ja. Dat is dat oranje jasje, want die had jij vandaag verdomme aan. Ja, ik zie het. Ja, je hebt het een beetje gefotoshopt. Ja. Oh, dat viel me helemaal niet op, als je het niet had gezegd. Als je gewoon bent uitgezoomd, dan zie je inderdaad niet dat het gefotoshopt is, dat jasje. Klopt. Maar ja, we missen natuurlijk dat witte stukje bont. En je hebt ook de verkeerde trui aan. Ja, die konden we ook niet vinden. Maar hij is wel zwart en wel de goede broek en de goede schoenen. Ja, inderdaad. Oh, je hebt mijn broek ook. Jouw schoenen, mijn tenen zaten elke keer zo. In jouw schoenen. Ik heb 43. En ik heb 44. Ja, ja. Dus elke keer zaten mijn tenen zo. Maar goed, ik vond het heel erg lastig om mijn hand zo te doen, zoals je ziet. Ja. Doe nog een keer zo dan. Zo. Ja, nu kan ik hem wel. Zo. Ja, zo ja. Zo. Dat is zo. Ja, maar hij doet niet en jij doet echt zijn vinger zo hoog, hoor. Zo ja, maar dat komt omdat ik dit zo... Kijk. Nee, maar Milan... Ja, kijk dit. Dit klopt niet helemaal bij mij. Zie je? Wow. Dat is mijn party trick. Hier. Oh, dat kan je ook een beetje. Mag ik dat ook voor je? Auw! Oh, dat doet zeer! Ik wil wel zeggen, ik doe het bij jou en ik zeg echt pijn. Hij schoot op slot of zo. Ik deed zo en dan ging in één keer zo. Ja, dat is wat ik dat doe ook. Ja. Maar ja. Ja, dit is hem dus geworden. Dus dit zijn de reeks foto's die wij hebben gemaakt bij jou thuis. Goed. Welke van al deze foto's vind je het best gelukt? Ik vind die met die pionnen vind ik zeer goed gelukt. Oké. Okay. Ja. Die vind ik echt wel een van de betere. Ik wil eigenlijk zeggen die met dat blauwe blouseje. Maar ik vind deze heel knap gedaan ook.
Ja, dat vind ik ook. Ja, want deze is heel knap, want de angle is lastig en wat er allemaal in beeld staat. En ja, de foto met Makia. Ja. Ja, met die Burberry broek. En kijk, zie je ook dat eerst hadden wij foto's gemaakt en dan hadden we dat pootje van Makia niet eroverheen. Dus toen heb ik het pootje van Makia gepakt en die heb ik er nog even eroverheen gedaan. Ja, ja. Ja, dat vindt ze prima. Ja, ze vond het wel heel erg relaxed. Ja, maar je ziet ook dat het bij jou, bij mij is echt in chill modus. Ja. Daar sliep ze ook bijna. Ja. En bij jou was het zo van, ja, ze moet. Prima. Ze moet. Ja. Oh, heb je wel het goede ding aan? Oh ja, je hebt wel een goede hoodie aan. Ja. Oh ja, het is absurd. Het is echt heel knap. Thanks. Het is echt heel knap. Ja, echt heel, heel knap gedaan. Nou, mooi. Leuk. Jij ook heel knap gedaan. Heel goed gedaan. Dat was het, dames en heren. Verrassing. Mooi zo. Eindelijk een keer een leuke verrassing. Nee, het zwemmen is ook leuk. Maar je weet het ook niet. Nu hebben we weer wat credits gespaard. Dan kunnen we morgen gewoon weer kunnen doen. Ja, morgen komen we weer bij Milans plek. Morgen komen jullie jong leren met vuurballen. Oh, ja. Hey, leuk idee. Het is eindelijk zover. We kunnen Enzo eindelijk terugpakken. Hij heeft me denk ik al wel 10 keer laten schrikken. En nu is het mijn moment. Hij staat beneden. Hij komt eraan. Ja, ik stond toch wel redelijk, ja. Hij doet het niet meer. Jammer. Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik wel redelijk geschokt was. Als ik deze deur al open had gedaan, was ik weggerend. Ja. Dat was het voor vandaag, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!